Super blij dat ze er is. Annie Ruiker, applaus alsjeblieft. Dankjewel. Nou, ik ben ook heel blij om hier te zijn. Een eer om voor de tweede keer voor zo'n belangrijk doel hier op het podium te mogen staan op Museumplein. En deze prachtige mensenmassa voor me te zien met al die lichtjes. Dus dankjewel voor de kans ook, sowieso. Nou, dan gaan we, jongens. Als expatkind van een Nederlandse vader en Duitse moeder werd ik in november 1986 geboren in Hongkong. 3 jaar voor de val van de Berlijnse muur en 2 jaar nadat de declaratie met Groot-Brittannië werd getekend voor de overdracht van mijn geboortestad aan de Volksrepubliek China. Als 4-jarig Engels sprekend meisje verhuisde ik met mijn ouders en zus naar een dorpje in Limburg. Het ABN van mijn vader beïnvloedde in de eerste jaren mijn Nederlandse tongval. Mijn harde G was vaak aanleiding voor grappen en grollen met een zachte G. En mijn Duitse roots gaven aan de andere kant weer aanleiding tot nare opmerkingen over Pruisen, het Limburgse equivalent voor moffen. De afkeer richting het Duitse volk, omdat zij de intenties van Hitler niet hadden overzien, was zelfs in mijn generatie voelbaar. Op het atelier vond ik naast de paren wel uit mijn klas, vooral aansluiting bij kids van de MAVO en HAVO. En buiten school ging ik vaak tot ergernis van mijn ouders op straat rond met high school dropouts, kampers en Somaliërs uit de omliggende dorpen. In het weekend ging ik met fake ID, een buikkruidje aan en een ordinair randje om mijn lippen, samen met mijn bestie op stap naar lokale kroegen en R&B feestjes. Mijn grootste droom in die periode? Het openen van een eigen club. Vrienden en zelfs bekenden hadden vaak een oordeel over mijn niveau op basis van de kleding die ik droeg of de mensen die ik zag. Persoonlijk heb ik daar altijd weinig boodschap aan gehad. Voor mij voelde het zweven tussen alle lagen van de bevolking en sociale klassen als rijkdom, ervaring en vrijheid. Zolang ik niet paste binnen het standaard verwachtingspatroon, was er ook geen reden tot conformatie. Ik voelde mij vrij in het dansen buiten de rij. Voor de meeste mensen is het plaatsen van jezelf buiten de groep echter een van de grootste angsten in het leven. Het instinctieve gevoel komt voort uit de oertijd en werkte destijds prima als beschermingsmechanisme tegen gevaar. Maar de beerden op onze weg zijn inmiddels van een hele andere orde. En naar mijn idee laat die klakkeloos schikken van jezelf naar de heersende groep tot een directe bedreiging van onze vrijheid van meningsuiting en democratie. De overtuiging van de meerderheid wordt verheven tot sociaal geaccepteerde waarheid. Dat ons zelfstandig denken, zelfstandig handelen en zelfstandig leven ernstig beperkt. In onze angst om aansluiting te verliezen met de veilige thuisbasis van de groep, kiezen velen de weg van de minste weerstand. De vraag is of het vermijden van die weerstand op de korte termijn, ons op de lange termijn het gewenste resultaat oplevert. Als de intenties, gevolgen en eindbestemming van het pad waarop wij ons laten leiden, niet zuiver en transparant zijn, dan is het de vraag of wij straks wakker worden in de wereld waar we op hoopten. Op dit moment overschaduwt de angst voor de dood te veel onze lust om te leven. En overstijgt de illusie van veiligheid de essentie van onze vrijheid. Maar wat is vrijheid eigenlijk precies? Het is een begrip waar ik al jaren mijn hoofd over breek. Een begrip dat zich beter laat definiëren in het gevoel dan in woorden. Het gaat over de mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen hoe we ons leven inrichten. Hoe we kansen creëren. Hoe we geluk nastreven. Een soort universele behoefte om jezelf te kunnen zijn. Niet te moeten, maar te mogen. Vrijheid is jezelf mogen onthullen zoals je bent. En jezelf mogen verhullen wanneer je wilt. Het is afhankelijk van de kaders die anderen je opleggen.
maar misschien nog wel het meest afhankelijk van de kaders van je eigen hoofd. Vrijheid is een van de belangrijkste waarden die ons als mensen met elkaar verbindt, maar ons ook net zo makkelijk weer verdeelt. De ruimte van de een kan tenslotte ook ten koste gaan van die van een ander. Je leert vrijheid daarom pas echt doorgronden als je aan twee kanten van het hek hebt gestaan. De zoektocht naar vrijheid kent dan ook geen eindbestemming, maar is altijd in beweging. Het is een kronkelend pad met hobbels en obstakels die voortdurend overwonnen moeten worden. Op ieder kruispunt een moment van keuze. Het liefst vanuit je eigen gevoel en intuïtie. Toch vertrouwen wij in steeds verdergaande mate aan de overheid toe om deze keuzes voor ons te maken. Om het speelveld te bepalen. En om de rol van rechter te spelen over de fair play in onze wereld. Maar wie controleert op grond van welke gemeenschappelijke normen, waarden en ethiek deze belangenafweging eigenlijk plaatsvindt? Is dat in het algemeen belang van het volk of in het algeheel belang van de heersende macht? Gebeurt er eens aan de voorkant. Ik maak me zorgen over de keuzevrijheid die we straks nog hebben. Ik maak me zorgen over de macht van overheden om onze grondrechten te beperken. Ik maak me zorgen over de intenties van 's werelds grootste filantropen. Ik maak me zorgen over politieke belangenverstrengeling. Ik maak me zorgen dat schijnveiligheid onze vrijheid steeds verder beperkt. Ik maak me zorgen over de centralisatie van macht. Ik maak me zorgen over de veerkracht van het volk. Ik maak me zorgen over het bestaansrecht van hele sectoren en bedrijven. Ik maak me zorgen over polarisatie en censuur. Ik maak me zorgen over de veranderende omgangsnormen. Ik maak me zorgen over de afbraak van kunst en cultuur. Ik maak me zorgen over de groeiende ongelijkheid in de wereld. Ik maak mij zorgen dat onrecht tot recht wordt verheven. Ik maak me zorgen of ik straks de weg naar mijn dromen nog steeds kan vinden. Maar het meest van alles maak ik me zorgen over de toekomst van mijn kinderen. Voor hun toekomst zal ik blijven strijden. Met de energie van een moedertijger zal ik me niet klein laten krijgen. In een wereld waarin gevaar onvermijdelijk is, geeft het verzet mij kracht. Het geeft mij de keuze om controle te nemen over mijn eigen leven. En mee te bouwen aan de weg naar een mooiere wereld. Van de bijrijdersstoel in de bestuurdersstoel. Met volledige verantwoordelijkheid over mijn eigen doel. Toch vraag ik me soms af wanneer het doel van het verzet is bereikt. Het verzet wordt verenigd in de urgentie van een bepaald probleem. Een potentiële dreiging die ons gevangen houdt. Maar verandering komt niet tot stand door de focus te leggen op hetgeen waarvan je bevrijd wilt worden. Verandering komt vanuit een visie die houvast geeft wat je met die vrijheid gaat doen als je hem eenmaal te pakken hebt. Voor iedereen die het grote plaatje durft te bekijken, is die urgentie al lang daar. Niet voor niets gaan mensen voor het eerst in de geschiedenis wereldwijd op hetzelfde moment voor hetzelfde doel massaal de straat op. Het is tijd om de focus te verleggen van verzet naar verbinding. Van tegen naar voor. Van anti naar visie. Van contemplatie naar manifestatie. Tijd om te stoppen met discussiëren over de misstanden uit het verleden en te starten met debatteren over de koers van onze toekomst. Ik wens voor de toekomst dat wij beter naar elkaar leren luisteren.
Ik wens dat we gevoelige onderwerpen beter bespreekbaar maken. Ik wens dat niemand onnodig alleen hoeft te sterven. Ik wens de glimlach te zien van de cashier die naar me lacht. Ik wens dat de paradigma's leren verschuiven. Ik wens dat we ondanks onze verschillen durven vertrouwen op goede intenties. Ik wens dat we de authenticiteit van onze culturen blijven koesteren. Ik wens dat niemand zich te gast hoeft te voelen in de wereld waarin wij thuis zijn. Ik wens dat alle kinderen de kans krijgen om kind te zijn. Ik wens dat wij alle gewoon weer mens mogen zijn. Ik droom van een wereld met een eerlijke informatievoorziening. Vrij van angst, maar heel veel risico's. Ik droom van een wereld waarin technologie onze menselijke capaciteit ondersteunt en niet ondermijnt. Ik droom van een wereld waarin de gezondheid van onze planeet het kader bepaalt voor onze groei. Waarin mensen bereid zijn te handelen vanuit een gemeenschappelijk belang in plaats van eigen belang. Ik droom van een wereld die wordt ingericht op de behoeften van de community in plaats van de behoeften van de economie. Waar het voorzien in de basisbehoeftes van iedereen prioriteit nummer 1 is. Ik droom van een wereld die menselijke kennis liet plaats boven de wijsheid van moeder natuur. Waar ziekte wordt voorkomen met gezonde keuzes en niet wordt bestreden met dure medicijnen. Ik droom van een wereld waarin mens en dier worden geboren met eerlijke kansen en bestaansrechten. Waar wij in harmonie en wederzijds respect met elkaar samenleven. Ik droom van een rechtssysteem waarin achterhaalde wetten plaatsmaken voor universele gedragscodes. Ik droom van een wereld vrij van oorlog, haat en geweld. Waarin we ons niet laten scheiden door links en rechts, elkaar vinden in goed en fout. Ik droom van een wereld waarin het leveren van een positieve bijdrage wordt beloond en niet wordt belast. Ik droom van een wereld waarin onze kinderen leren om hun dromen te volgen, hun passie te vinden, hun talenten te ontplooien. Waarin we werken aan een herdefinering van succes. Een wereld waarin niemand de beste hoeft te zijn. Maar waarin de collectieve kracht van samenwerking het beste in iedereen naar boven haalt. Ik droom van een wereld die niet gaat over ik en jij. Ik droom van een wereld die gaat over wij. Ik kijk uit naar een nieuwe wereld. Een schoon schaakbord. Waarbij het volk zelf de spelregels bepaalt en niet alleen de rekening betaalt. Crisis is de groeipijn van de ontwikkeling die we samen moeten doormaken. Zoals bij geboorte moeten we eerst door de pijn heen om daarna het wonder van creatie en liefde te mogen aanschouwen. Laten we daar samen voor strijden en niet alleen. Voor een samenleving waarin wantrouwen plaatsmaakt voor vertrouwen. En de conjunctuur in balans is met de natuur. Van efficiëntie naar equilibrium. Van weerstand naar wensen.